Eerst trek ik er enkele draden uit. Sla op dit ding hier en gooi de kattenbak van Kat erin leeg. Dat was niet heel wetenschappelijk, maar u bent de expert. Ja, dat klopt, eenvoudige onnozelaar. Goed, leg de stenen erin en zet hem aan. Dank u. Let me op. Yay, hij doet het. Dat krijg je ervan als je mij nadoet. Je hebt me voor schut gezet en nu weet je hoe dat voelt. Hond, hoe durf je me zomaar terug te pakken? Wow. Hij doet het! Ik ben top! In feite zijn we allebei top. Wauw, wie wist dat ik hier zo goed in was? Jongens, horen we zo te blijven zweven? Nee, en als we geen manier vinden om mijn machine uit te zetten, dan zweven we straks... Huh? De ruimte in! Geweldig theekransje, moeder. Tot snel! Professor! Wat zijn jullie nou weer aan het doen? Het komt door mijn machine. Sorry, ik kan het nu niet uitleggen, maar kunt u ook omlaag halen? Ik moet heel voorzichtig te werk gaan. Dank u, professor. Oh, en trouwens... Professor Superheldenmodus, go! Jetpack en stop de tijdhorloge geactiveerd. Misschien door me niet een vreemde oude man te noemen. Oh, natuurlijk. Bedankt, vreemde oude gast. Het spijt me dat ik die streek heb uitgehaald, muis. We hadden het gewoon moeten uitpraten. Nee, het was mijn schuld, hond. Luister, professor. Ik deed hond na om uw steen te bemachtigen. Het spijt me. Dat is te laat, muis. Je hebt iets gewetenloos gedaan. Ik zou je dan ook echt nooit vergeven. Professor, alsjeblieft vergeef muis. Toe, toe, toe. Oh, natuurlijk. Alles is vergeven. Knap werk, muis. Dank je, hond.